beautiful ladies. Dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. In de aflevering van vorige week zie je hoe je het kan aanpakken als je je eigen eten in het vliegtuig mee wil nemen. In deze aflevering zag je ook een curry met zilvervliesrijst en pompoen. En die heb ik toen niet uitgewerkt omdat de video anders te lang zou worden. In deze aflevering zie je dus het recept daarvoor. Dit kan je natuurlijk ook gewoon thuis als avondeten eten. Maar hij is ook prima om mee te nemen. Ga hem maken! Voor de curry met zilvervliesrijst en pompoen heb je nodig zilvervliesrijst, een pompoen, wat kikkererwten, wat olie. Ik gebruik hier toevallig kokosolie, maar je kan ook olijfolie gebruiken. Een aubergine. Een ui, wat zout, tomaten, knoflookpoeder en gemalen komijnzaad. Hindustaanse masala, als je van pittig houdt, chilipeper, knoflookteentjes. Kook de zilvervliesrijst zoals je dat altijd doet. Ik doe het met een rijstkoker. Verwarm de oven voor op 220 graden. Was de pompoen, snij hem doormidden en haal de binnenste draadjes eruit met een lepel. Snij vervolgens in lange stroken en daarna weer in kleine blokjes van ongeveer 1 bij 1 centimeter. Je hoeft de pompoen niet te schillen. Deze schil wordt straks zacht tijdens het bakken en daar heb je er helemaal geen last meer van als je daarna wil eten. Schenk vervolgens wat olijfolie in een glas of een kom. Doe daar een gestampt knoflookteentje bij. Dit kan natuurlijk ook prima met een knoflookpers. En wat zout. Het liefst doe ik hier ook wat chilipoeder bij, maar dat doe ik deze keer niet, want mijn vriend eet mee. Maar als ik het alleen voor mezelf zou maken, dan zou ik er zeker ook nog chilipoeder bij doen. Curry snipper je de ui en stamp je de knoflookteentjes. Vervolgens snij je de tomaten in grove blokjes en de aubergine in wat kleinere blokjes. Giet in een pan wat olijfolie en doe daar de Hindustaanse masala bij. Dit bak je heel eventjes. Vervolgens voeg je hierbij de uien en als deze een beetje glazig zijn geworden de knoflook. Bak vooral de knoflook niet al te lang, want dan wordt hij bitter. Daarna bak je even de aubergine en als deze wat zachter is geworden, dan gaan de tomaten daarbij. Op het moment dat de tomaten een beetje zijn gesmolten, giet je hier wat water bij en breng het op smaak met wat zout. Roer goed door en laat dit even ongeveer een kwartier pruttelen. Dit is een wat waterigere consistentie. En dat doe ik expres, want als dit een nacht staat, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding voor een vliegreis, dan wordt het al automatisch wat dikker. Ga je het nou meteen eten, dan kan je hem ook nog een beetje verder inkoken, zodat dit echt een beetje jus wordt. Maar ik vind op zich, waterige jus vind ik ook nooit zo heel erg. Schep alles vervolgens bij elkaar in een bakje of op een bord. En eet smakelijk! Ik hoop dat je deze curry net zo lekker vindt als ik. Als dat zo is, steek dan een duimpje omhoog. En als je maakt en bijvoorbeeld een foto op Instagram of Twitter plaatst, tag me dan alsjeblieft. Vind ik altijd super leuk. Als je geabonneerd bent, zie ik je volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu. Want dan hebben wij ook volgende week een chill date. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.